Deze video rationale en irrationale getallen. Dan gaan we eerst even kijken naar de natuurlijke getallen. 0, 1, 2, 3, 380, etc. En die getallen geven we aan met de letter N, met een streepje ervoor. En ik maak er ook even een plaatje bij. En in dit ovaal zitten dus alle natuurlijke getallen. Dus ook 1000. Puntje, puntje, puntje. Dan hebben we ook de gehele getallen. Dus er komen er ook negatieve getallen bij. En die geven we aan met de letter Z. Dus we hebben een uitbreiding van getallen. Dus die verzameling van getallen die wordt dus een beetje groter. En er komen dus ook negatieve getallen bij. Nou, wat zie je hier? Je ziet dus dat... Bijvoorbeeld het getal 2 is een natuurlijk getal, is ook een geheel getal, maar dat ligt ook in de verzameling van gehele getallen. Maar bijvoorbeeld min 3 is wel een geheel getal, maar is niet een natuurlijk getal. Nou, dan hebben we ook nog rationale getallen en dat zijn getallen die je kunt schrijven als breuk. Dus bijvoorbeeld, en die geeft trouwens aan met de letter Q, met een streepje erin. Dus dat is bijvoorbeeld 1 derde, 5 zevende, min 2 negende, maar ook 10 vijfde. Dus we kunnen die verzameling getallen kunnen we uitbreiden. Dus we hebben nu nog meer getallen op de getallenlijn staan. Zo zie je bijvoorbeeld dat een 2 is een natuurlijk getal, is ook een geheel getal, is ook een rationaal getal. Dan hebben we ook nog irrationale getallen. En dat zijn dus getallen die kun je niet als breuk schrijven. Dan moet je denken aan de wortel van 2, 3 wortel 5, maar ook een getal als pi. Nou, in die irrationale getallen en die rationale getallen samen, dat zijn dus de reële getallen. Die geven we aan met de hoofdletter R, met een streepje ervoor. En dat zijn dus, De wortel van 2, min 2 wortel 3, de wortel van 7, en ga zo maar door. Dus we kunnen die verzameling die we in het plaatje hebben staan, die kunnen we dus uitbreiden met ook getallen die je niet als breuk kunt schrijven. Dus we hebben nu eigenlijk alle getallen op de getallenlijn te pakken. Dan gaan we naar de volgende bladzijde toe. En ik neem het plaatje natuurlijk eventjes mee. N, Z, Q en R, dat zijn dus alle getallen samen. En we hebben daar een paar vragen bij. Gegeven zijn de getallen 5, 2 derde, 18 zesde, en dat is natuurlijk 3, min de wortel van 49, dat is min 7. Nou, de wortel van 3, dat is een irrationaal getal. Dan hebben we 2,847, nou, die kunnen we als breuk schrijven. En de wortel van 1 negende, dat is 1 derde. En dan gaan we nu de vragen beantwoorden. Welke van deze getallen zijn natuurlijke getallen? En dat is 18 zesde, want dat is namelijk 3. Welke van deze getallen zijn gehele getallen? Nou, dat zijn de natuurlijke getallen, dus sowieso 18 zesde. En die gaan we dus uitbreiden met min de wortel van 49, want dat is min 7. Welke van deze getallen zijn rationale getallen? Dat zijn de getallen die we als breuk kunnen schrijven. Dus dat zijn sowieso de getallen die we bij A en B hebben. Dus sowieso bij B. En die breiden we uit met van links naar rechts 5, 2 derde. 2,847, die kunnen we ook schrijven als breuk. En de wortel van 1 negende, dat is 1 derde. Die kunnen we ook als breuk schrijven. Dus alleen de wortel van 3 hebben we nu niet genoemd. Ja, dat is een irrationaal getal en daar wordt niet om gevraagd nu. En dus een reëel getal. Vraag D. Schrijf de getallen in volgorde van klein naar groot. Nou, min 7 is de kleinste. Dus ik zet er even een eentje bij, daar begin ik zo meteen mee. Ik heb trouwens bij de wortel van 3 heb ik even in mijn rekenmachine gezet. Dat is 1,730, puntje, puntje, puntje. Kunnen we niet als breuk schrijven. Het getal wat daarna, wat groter is dan min de wortel van 49, dat is de wortel van 1 negende. Dan krijgen we de wortel van 3.
Dan krijgen we 2,847. 18 zesde en 5 twee derde is het grootst. En dat ga ik even netjes opschrijven om vraag D te beantwoorden. Dus van klein naar groot. En dan zijn we gelijk aan het einde gekomen van deze video. Tot de volgende keer.